Een 37-jarige Haagse vrouw is maandag om het leven gekomen als gevolg van een schietpartij aan de Stuwstraat in het Haagse Laakkwartier. De politie hield maandagochtend kort na de schietpartij een 35-jarige man uit Den Haag aan. Volgens een woordvoerster van de politie ligt de oorzaak in de relatiesfeer. ADO Den Haag is in verlegenheid gebracht nadat er een filmpje online is gekomen waarop ADO-speler Lex Immers roept: "We gaan op jodenjacht." Dat gebeurde zondag na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen Ajax. De aanklager betaald voetbal van de KNVB gaat het filmpje bekijken. ADO Den Haag laat weten het gedrag pertinent af te keuren en Lex Immers te straffen. Het aantal straatroven in Den Haag is fors gestegen in de eerste twee maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In 2010 waren er in de eerste twee maanden nog 75 straatroven, dit jaar waren dat er 128. Het aantal woningovervallen in Den Haag is juist gedaald. Het Openbaar Ministerie gaat definitief in cassatie tegen de vrijspraak van Jacob G. De Alphenaar wordt verdacht van de moord op Tamara Wolvers in juli 2006. Volgens de rechtbank en het gerechtshof bestaat er onvoldoende sterk bewijs tegen de man. Maar volgens het Openbaar Ministerie is dat anders als alle bewijs bij elkaar wordt opgeteld.